Goedemorgen. Good morning. Wij gaan naar Camunet, heet het geloof ik. Een fotozaak, want we gaan even kijken voor een lamp. Voor het filmen. Goede meisjes, go professional. Zo is het. En we gaan pas twee filmpjes, maar we gaan nu al heel interessant met een lamp. Dat soort dingen moet je goed aanpakken. Ja. En we gaan nu naar onze, nou niet onze, maar naar de Green Wheels auto lopen. Want we hebben zelf geen auto meer. En voor dit soort dingen missen we het best wel eens. Want zo'n fotozaak en het is kringloopwinkels. Ja, het zit echt op zo'n industrieterrein en daar kan je gewoon niet komen. Maar dat is altijd zo. Altijd dat soort winkels zitten altijd op industrieterrein. En met de bus is het echt 3 jaar op. Nou, daar staat hij, onze Green Wheels auto. Yay, Green Wheels! Soms zie ik andere mensen deze auto rijden en dan denk ik echt van, hey, ga uit mijn auto. Ga uit onze auto. Nou, kijk. Nou, mee wil laten zien hoe het werkt. OV-chipkaart, dan maak je hem open. Maar eerst moet je hem natuurlijk gereserveerd hebben. Ja, nou, daar is hij hoor. Gaan we! Gekocht. Voor die kan je dan op je camera zetten. Dus daar zo bovenin. Want we zaten te kijken, want nu het zo vroeg donker is, kan je gewoon, als je een filmpje maakt, is het gewoon te donker. Dus we dachten, nou misschien een softbox, maar dat is dus zo'n grote lamp. Maar we hebben daar gewoon echt geen plek voor en we zijn bang dat de katten erin gaan springen. Wat echt heel erg denkbaar is. Ja, vooral Poppy. En dus hebben we gekeken naar andere optie en toen kwamen we dus hierop uit. En die kan je dus op je camera klikken. Ja. En het is dus een heel klein dingetje. Met batterijen erbij en een oplader. Ja, batterijen en dat soort dingen. Het was echt een fijne winkel, werd echt heel goed geholpen. Ja, echt groot en... Heel veel speciale dingen allemaal voor mensen die echt professioneel met... Where the pros go. Where the pros go, precies. Nou, wij horen daar vanaf nu dan blijkbaar ook bij. Ja, ik sta in het systeem. Yay! Yes! Wat we nog helemaal niet verteld hebben, ik moet trouwens in de lens kijken, niet in het schermpje. Maar wat we nog helemaal niet verteld hebben is dat het onze allereerste vlog is. En dat het allemaal nog een beetje onwennig is, misschien dat merk je ook wel een beetje. We moeten nog een beetje zoeken naar hoe werkt dit eigenlijk precies. En ik heb ook wel dat ik echt denk, oh, nu kijken mensen van dat meisje zichzelf nu te filmen. Met een camera in een auto, waarom doet ze dat, zeg maar. Daar moet nog een beetje aan wennen. Maar het komt allemaal vanzelf wel. Als jullie het tenminste leuk vinden om er überhaupt naar te kijken. Jamie is nu even bij Eco Plaza binnen. En die gaat even een ontbijtje halen. En dan, dan is het tijd om te gaan ontbijten. En we hebben dus een lamp gekocht net. En die gaan we morgen denk ik uitproberen. Vandaag lukt niet echt, want Jamie moet ook werken en zo. Dus we gaan het zien. Ik ben heel erg benieuwd. We krijgen echt best wel vaak koffie opgestuurd en we drinken niet heel erg veel koffie. Bijna nooit eigenlijk. Maar nu, dit zijn bonen en we hebben, je kan het vermalen in je keukenmachine heb ik begrepen. Maar dit is van Moji. En dat is niet fair trade, maar fair chain koffie. En dat schijnt dan nog weer een stapje verder te gaan dan fair trade. Oh, Jamie roept vanuit de keuken. Dan wordt het daar ook gemaakt. Volgens mij, want normaal ik zei met een mes. Normaal. Ja. Is fair trade volgens mij alleen dat de bonen fair trade zijn. En de bonen komen dan naar Nederland, weet ik daar niet. Ja. En volgens mij is changed dat het dus de bonen zijn fair trade. Ja. En volgens mij wordt het daar dan ook gemaakt. Dus het complete pakket komt dan naar Nederland. En dat schijnt dan. Oké, nou. Maar dat is wat ik... Bedankt voor uw uitleg. Breakfast time. Ik heb sojayoghurt. Vanillesmaak. Met een lekkere luxe granola. Uit het kerstpakket van Finny's. Finny's is een heel leuke lunchtent in Amsterdam. En een appeltje. En wat heb jij? Ik kon niet kiezen. Ik heb havermout. Gekookt in amandelmelk. Mm-hmm. Met appel en rozijnen. En ik heb daar overheen nog sojayoghurt met granola. Oh, lekker. Oh, schattig. Poppy gaapt heel erg hard op de achtergrond. Oh ja, waarschijnlijk hebben jullie het net kunnen zien. Deze groente
die ik dus net liet zien. Die komen uit de Beter Bio Box. Dat is een box met allemaal boodschappen die je aan huis bezorgd krijgt. En daar zitten recepten bij. En dat was ik even helemaal vergeten. Kijk, vegetarisch pompoenstoofpotje. Die je ook vegan kan maken. En mijn zuurkoolstampot. Nou, lijkt me eigenlijk allebei wel heel erg lekker. Dus maar even kijken. We hebben ook nog zuurkool en mais erbij gekregen. Dat moet er ook in. Dus het wordt een van deze twee recepten. Nou, het eten is klaar. Ik ga het niet nu opeten hoor, maar ik ga het nu op de foto zetten. Het is een soort curry geworden met pompoen, aardappel, pastinaak. En heel lekker winters met cayennepeper en kaneel. Vond ik wel een bijzondere combinatie. Dat is heel erg lekker. Maar dit is nou echt zo'n gerecht waarvan het best lastig is om dit een beetje fatsoenlijk op de foto te krijgen. Want zoals je ziet is het vooral ja, heel geel. En ja, er zit wel wat oranje en wat rood bij. Maar om hier nou echt een leuke foto van te maken is best wel lastig. Maar ik ga het toch proberen. Nou, het zijn niet de allerbeste foto's ooit. Maar het is gelukt. Nou, jullie hebben Poppy vanmorgen al eventjes gezien. Dus Beppy mag natuurlijk niet achterblijven. Hey Beppy. Kijk eens. Oh, wat ben je mooi, hè? Nou, jullie hebben geluk. Ze is wakker. Het komt niet heel vaak voor. 99% van de dag ligt zij gewoon echt op bed te slapen. Is echt een hele luie kat. Hey, I'm not talking to you. Oké, ik ga nu de deur uit, want ik heb een afspraak met een vriend van mij bij Hartje Oost, wat echt een hele leuke tent is, hier in de buurt. Dus ik neem jullie mee en onderweg daarnaartoe, want ik ga lopend, ga ik jullie nog even een aantal van mijn favoriete adresjes hier in de buurt laten zien. Gewoon even heel snel, zodat je even weet waar je ja, boodschappen kunt doen. Eigenlijk is het niet heel veel bijzonders, maar misschien wel even leuk om te zien. Heb je hier op de hoek Jansen Vintage. En dat is echt een hele mooie vintage winkel. En dan met name met meubels. Maar ook dingen als posters. En ik zie ook wat kleding hangen trouwens. Ik zal een beetje naar binnen filmen. Oh, het ziet er ook echt heel gezellig uit nu. Jansen Vintage. We zijn nu in de Javastraat. En hier zitten heel veel leuke winkels. Ik moet wel zeggen tegenwoordig, want vroeger schijnt het niet zo'n leuke buurt te zijn geweest. Maar dat heb ik gelukkig niet meegemaakt, want ik woon hier nog maar 4 jaar. Dit is echt een van mijn allerlievelingste adresjes. De Java Bookshop, wat echt een super goede boekhandel is. En oh nee, daar hangt zelfs een poster van. Ze hebben hier een boek wat ik zo graag wil. Dat is deze. Alice in Wonderland. En dan is het helemaal geïllustreerd. En ik wil het boek zo graag hebben. Maar oh, ik mag eigenlijk geen boeken meer kopen van mezelf. Maar ik wil het echt heel erg graag. En we staan nu bij Lalake Sabi. Wat echt een van mijn favoriete toko's. Noem ik het maar even is. Ik vind dat er in Javastraat echt hele mooie huizen staan. En kijk, dit pand. Het gelige pand. Die staat te koop. Maar echt alle verdiepingen. Oh wauw. This is so intense. En ik ben nu aangekomen bij Hartje Oost. Waar ik dus een afspraak heb. En het is een hele gezellige tent. Ik ga het jullie binnen ook even laten zien. Oepsie. Ik heb hem dus toch gekocht, maar kijk nou hoe mooi dit is. En het leuke is, kijk nou hoe leuk. Het leuke is dat er twee kanten aan het boek zitten. Als je hem omdraait, is het andere verhaal van Alice in Wonderland. Om heel eerlijk te zijn, wist ik niet eens dat er twee verhalen waren. Maar oh, echt zoveel zin om dit te lezen. Zo leuk. Nou, hier zitten we dan. Nou, zeg even wie je bent. Nou, ik ben Tasso, een goede vriend van Merel. Een van de beste vriendjes. Helemaal fan trouwens. Ah. Goed, nu zitten Merel en ik hier om te praten over ons project. Vertel er eens wat meer over, hoe heet het? Project Ghana. Oh ja, oh, je laat het zien. We gaan even praten wat wij
kunnen doen. Zo'n samenwerking met Compassion for Humanity. Ja. Om ervoor te zorgen dat kansarme jongeren in Ghana kans hebben om betaalde baan te krijgen of een eigen onderneming te starten. Ja. Zodat ze voor en zichzelf kunnen zorgen voor hun familie. Ja. Zelfstandig. Dus als er leerlingen van mij, ja, daar komt het op neer. Als er leerlingen van mij nu naar dit filmpje kijken, jongens, dan weten jullie dat wij iets leuks gaan doen de komende tijd. Nou, wij gaan aan de slag. Yes. We gaan nu eventjes aan de wijn bij Studio K. Kijk, gezellige lampjes hangen buiten. Echt waar, mensen, als je nog nooit in de Indische buurt bent geweest, kom hier echt een keer naartoe, want Amsterdam is nog zoveel meer te bieden dan alleen het centrum. Ja, meneer. Komt u maar. Dank u, dank u. Oh, kijk, nou, de kerstboom staat al klaar. En wat heel cool is, hier staat ook een filmhuis boven. Daar ga ik heel vaak naartoe. Wat heel leuk is, dat hier een vegan-friendly sticker op de deur zit. Zie je dit? En je kunt hier 3 gangen veganistisch eten. Yay!